Cambuur TV wordt mede mogelijk gemaakt door De Haan Westerhof, uw partner in zonwering. Trainer Henk de Jong, morgen de wedstrijd tegen Jong Ajax. Wat zou het lekker zijn, gevoelsmatig alleen al, om deze wedstrijd te winnen, hè? Ja, het is de helft van de competitie. Fantastische tegenstander. En als je deze wint, halverwege de competitie, ja, dat zou echt heel speciaal zijn. Dat betekent ook dat je richting 50 punten gaat. En daar gaat het om. Hè. Het gaat om het aantal punten, wedstrijden winnen, spanning, mooi. En dan heb je nog één competitiewedstrijd daarna. Hè. En dan is het ook eventjes een paar dagen vrij. Maar het is nu die laatste week. Moet je eigenlijk, wat je 6 maanden opgebouwd hebt, moet je eigenlijk niet weggooien. Daar zijn we met de jongens ook mee bezig. Ja. Dan werd er door de pers al volop gespeculeerd van wie neemt de jonge Ajax nou mee. Maar volgens mij maakt het jou niet zoveel uit, hè, wie ze meenemen. Nee, dat weet je met dit soort wedstrijden. En het zegt ook niks. Hè. Jong Ajax zet het ook allemaal jonge jongens. Maar die konden goed voetballen. Maar het zou morgen weer zo zijn. Dus. Ja. Wat is de kracht nou van zo'n jong elftal? Want het is natuurlijk, ze doen het goed, ze staan tweede. Dat is gewoon dat de beste jeugd, misschien wel van de wereld, hè? Van Europa, dat speelt ook bij Ajax. Dus daar speel je tegen. Dat is de kracht. Ja. En daarom ben ik ook vanmorgen bezig geweest, en gisteren ook al, met de komende week. En dat we deze wedstrijd, maar ook volgende wedstrijd, daar gaat het om. De competitie gaat het om. En dat we er tussendoor nog een wedstrijd hebben, is mooi. Dat is een hele mooie. Maar die competitie, je krijgt maar een paar keer in je leven een kans om nu door te trekken. En die kans is er nu. Ja. En dan zei je al, in november en december, dan gaan ook de weersomstandigheden gaan een rol spelen. Hoe vind je dat de groep daar tot nu toe mee omgaat? Want we slaan ons er aardig doorheen, hè? Top. Vorige week top. Hè? Ik had ze gewaarschuwd, neem goed schoeisel mee. We hebben gewoon hier getraind op kunstgras. En dan weet je, op dat veld daar, het was storm over het veld. Het was regen. Het veld werd steeds natter. Hè? En echt ook. Niet goed bespeelbaar meer. Dat geldt trouwens ook voor Dordrecht, hoor. Ze hebben er alles aan gedaan om goede mat te maken. Maar ja, daar gingen we echt goed mee om. En morgen zal het ook weer wind zijn en regen. We hebben wel een goed veld. Maar morgen krijgt het ook weer. En ik vind dat we er goed mee omgaan. Ja. Nou is het wel mooi om te zien. Er komen ook weer wat jongens terug, hè, uit de ziekenboeg. Ja, dat ziet er aardig goed uit. Kelvin McIntosh is weer fit. Gino Antonia, die komt er weer bij. Volgende week is Sven Nieuwpoort er weer bij. Alleen Jordi. Ja, die Van Delen, dat zal wat langer duren. En Gio Korte komt er weer bij na de winterstop. Ja, dat ziet er gewoon goed uit. Ja. Nou hebben de jongens die er vorige week stonden, hebben het natuurlijk ook goed gedaan. Het is ook lekker om te zien dat niet alleen Muren en Jacobs kunnen scoren, maar ook weer die anderen juist even. Hè? Ja, dat is heel belangrijk. Net wel even met Robert over het spel voor de goal. Hè. Het is ook een keer dat Robert een keer weg is en hij moet afhaken. Er moet ook een ander komen. Daar kunnen we nog meer uithalen. Nou, daar gaan we ook mooi mee doorontwikkelen.